zie je dan ook de dingen die telkens dat die balk optilt. En die balk die gooi je dan op dat tabak. En hoe meer, hoe langer dat gebeurde, hoe fijner de tabak werd, hoe gauwer je meer dus van het snuiftabak krijgt. Snuiftabak is heel ouderwets. Dat heb ik in de 17e eeuw ontzettend veel gebruikt. En dit is een spul van de molen. En hier heb je dan zo'n steen waar het koren in valt en dan werd het dan fijn gemalen. Het heeft niks met kriotten te maken, maar ja, dit is ook een molen. Kijk, en hier heb je dan het hijstelsel waar de molenaar de zware vrachten naar boven en naar beneden gooit. Inderdaad, ja, je laat gewoon eigenlijk die hele pikkelspil laat je zakken. En als je zak vol was, dan ging hij weer naar beneden. Weer mee. 200 jaar oud. En nog steeds zo die is geweest. Afgezien van het onderhoud en de vervanging van hout door metaal of sommige geplaatst, is het nog steeds in dezelfde vorm. En vermoedelijk is hij zelfs nog veel ouder dan 1792, toch? Omdat er binnenin een paar onwaarschijnlijke verlengstukken van het hout zitten. Oh. Dus ze denken dat hij van voor die tijd al is en dat ze in 1792 aan de bovenkant een verlengstuk erop gezet hebben. Want aan de bovenkant zie je ook nauwelijks meer dat hij enig taaienmodel heeft, maar dat hij vrijwel recht toe recht aan de boven loopt. En daar vandaan trekken ze dus de conclusie dat het waarschijnlijk een verlengde molen is. En in 1792 is hij dan in deze vorm al opgeleverd. Oh. Je ziet dan de Kraanse plas vanaf de molen. Hier zie je dan de kriottenmolen met zijn zuilen. Dat is een molen die nog geen windvang heeft. De nieuwste molens hebben een soort vang erop gemaakt, dat je met weinig wind ook kan draaien. Deze had het dan. Dat zal er nu tussentijd al opgezet zijn. Dat is een Friese vinding, om de molens met weinig wind toch draaien. Dat is een soort schuine kant op de molen. Windvang. Dit is de oude molen uit 1700. Ik zal hem buitenbeeld een klein zetje geven. Kijk, er wordt weinig wind die dag. Hij heeft een volle zuil aan, maar het wil niet waaien. Hij wil niet draaien. Hij kan wel draaien hoor, kijk nou draait hij wel. Maar daarom zonder kracht op de apparatuur die binnen stond. Hangt die loos, hè? De windvang die hangt dan helemaal loos. Kijk, daar gaat hij dan. De molenaar wil hem voor mij laten draaien. Neem haar vast en dan rond je touw omheen. Maar goed, op dat hier wit te vak, wat ik het over had. Maar hier weer de molen aan de Kraanse plas. En hier ga ik dan verder met de fiets en dan ga ik naar Jaap toe. Hier kom ik bij het Boterdorpse Verlaat. Boterdorpse Verlaat was vroeger een doorgaand riviertje geweest voor de turfschuiten. Ik had daar een sluis. Kijk, hier heb ik dan de sluisje nog. Dat was vroeger jaren een druk vervaren schutsluis. Om de scheepjes vanaf de Bergse Maas, de Hilgersbergse Maas, naar de Kraanse Plas te bivouakkeren. En dat was een val van een paar meter. Nee, ik zeg het verkeerd. Van de Rotte uit naar de Bergse Plas. Zo was het. Maar dat is niet meer nodig. En dan vaar er geen scheepje meer. Maar vroeger komen hier allemaal turfschuiten doorheen. Die zorgden door de turftransport naar
dat ging naar Hilgersberg en dan naar Wijswijk, Bersehoek. En dat kwam allemaal van de Rottermeer af. Boterdorpse verlaat. Dat bestaat nog steeds. Ze hebben een spulletje helemaal gerenoveerd daar al. We kijken hoe oud spulletje dat nog is. En het is nog steeds in volle glorie aanwezig. Alleen, er wordt niet meer geschud. Misschien soms als een beetje waterstand een beetje nodig is, dat de boeren tekort aan water hebben in de sloot, dan schudden ze misschien wel eens. En hier hebben we dan Prinsenmolenpad. Prinsenmolenpad, waar Jaap een mooie foto van gemaakt had en waar hij heel erg trots op is, mijn oudste broer. Die nu 2005 al 89 jaar is geworden. Hier zie je dan Hilgersberg met de kerk en hier weer een Prinsenmolenpad. Met de Prinsenmolen. Met een particulier bezit. De Prinsenmolen. En dan straks ben ik boot door het verlaten geweest en dan ga ik door naar Prins Alexanderpolder, waar mijn broer Jaap woont. En die heeft dan ook weer een molensdag. Hier kom ik aan de Bergse Plas. Met menig, wij zijn ook opgevaren als kind zijn van het Plaswerk uit. De Bergse Plas. Ook ontstaan door een overvloed van water. En zijn toen ook open huizen onder water gelopen en dat is een plas geworden. Schuiten er ook heen. Die zorgen dan voor de aanvoering van brandstof voor die kleine dorpjes en steden. En hier komen we dan het geval van de sluis van de Rotte naar de Bergse Plas. En kun je toch zien wat de val dat nog is. Want hier staat hij dicht. Exact zie je dan die val. Kijk, nu staat hij op de rand. En straks, als je dan straks de sluis dicht gaat, moet je eerst kijken wat de val die nog maakt. Om naar de Bergse Plas te gaan. Hier zijn we nou de hoogte van de Rotte. Nou, straks gaan we de hoogte van de Bergse Plas. Dan maak ik dan de sluis open. Ze handen in de sluis zitten ook sluisdeuren. En die zetten we ook hoger met een hendel. En dan moet je kijken wat het wind al gezakt is. Zeker een meter van me. De schilgrond van de Beek, van de Rotte en de Belgische Plas. Kijk, zelfs de sluisdeuren zie je nou zitten. Weet je net niet zo zin. Die schijf die daar ook. Kijk, dan kun je straks zien hoe hoog dat water is en hoe laag die. Kijk, dit is dat de andere kant. Kijk, tot zo, zie je die rand daar aan de overkant, dat is daar is het water gestaan. En hier zijn we dan, gaan ze naar de Bergse Plas. Dat is het verschil. En daar wordt nog steeds verschil. Met de hand. Mooi zomer weer. Dan sluit die sluit weer dicht. Je kunt het verschil zien, hè? Dus kijk, dat stond het water in de ring. En hier ben ik bij Jaap op visite. Jaap daar in de... Ik heb een koud bier. In de voorkamer. In de zijkamertje. Ja, waar een biertje? Voor? In de zijkamer, ja. Ik ben naar die geweest. Dat is Jaap's man. Die is de koor gemaakt. Een broer koor. Die deed daar maar plezier, al die molens maken. Dit was in de tuin van Jaap genomen, deze bloem.